Ik heb de laatste tijd best veel zitten kleuren. En ik wil je in dit filmpje laten zien welke ik ingekleurd heb. Ik begin met het Art Therapy Coloring Book van Frozen. Als eerste deze, een heel eenvoudige. En dit is met de Rainbow kleur gelpen van de Action gedaan. En de glitter. Pennen. Ik vind dat wel heel mooi. Hij begint groen en hij verandert langzaamaan van kleur. Dan. Zo. Deze ben ik nog mee bezig. Deze. Met stiften ingekleurd. De sneeuwvlokken. De Elsa. Die is ook met stiften gedaan. Met de Elsa silhouetjes. En dat was het voor dit kleurboek. Dan het Amazing Animals kleurboek van de Primark. Als eerste deze uil. Vind je wel heel mooi. Die is met gelpennen en met stift gedaan. Dan deze vos. Die is met gelpennen gedaan. In verschillende soorten. Ik heb glitter, metal. Van alles en die van kleur verandert. De rainbow. Erg mooi. Dan een gatje. En vlinders. Erg mooi. Ook weer met gelpennen gedaan. En volgens mij een combinatie. En stiften. Vooral die glitterstiften vind ik erg mooi. Dan deze kip. Die is ook met een combinatie van stiften en gelpennen gedaan. Erg leuk, erg vrolijk. Dan deze. Het is het keverachtige. Hele kleurrijke. Ook weer met die regenboog gelpen gedaan. En met verschillende soorten gelpennen ingekleurd. Dan deze. Slakachtig is. Maar volgens mij dat ik hier nog moet inkleuren. Ah, het heeft ook wat. Die is wel heel mooi. En dat was het voor dit kleurboek. Dan het Creative Coloring for Adults van Craft Sensation. Maar ik weet niet of ik hem bij Big Bazaar of bij de Action heb gehaald. Of zelfs, volgens mij heb ik die gekregen van een vriendin. Ik begin met deze hele eenvoudige.
kan mijn kleur ook weg. Met al deze paraplu's. En die is met gelpennen en stiften gedaan. Dan. Deze dubbele pagina. In het wit, met een witte achtergrond. En met een zwarte achtergrond. En het is, volgens mij op een enkel foutje na, is het allemaal hetzelfde ingekleurd. Nee, volgens mij is het helemaal hetzelfde ingekleurd. Maar door het wit, de achtergrond of de zwart, lijkt hij weer heel anders. Dan deze. Een soort lepelsachtig iets. Wel mooi. In twee verschillende kleuren. Zo. Dan deze. Met gelpennen gedaan en volgens mij ook met stiften combinatie. Ja, bijtjes en wel een hele mooie. Op de camera lijkt hij alleen iets feller dan in het echt. Het geel valt, is hier wel erg opvallend, maar hij is wel heel leuk geworden. En als laatste voor dit kleurboek is allemaal jurkjes en tasjes en schoenen en een paar spiegels. En deze is met stiften gekleurd. En dan het laatste kleurboek. En ik moet opschieten. Hier zit een aantal heel makkelijk, heel eenvoudige bij. Oh, deze had ik al laten zien. Deze moest ik laten zien. Een Olaf. Op een stapel met boeken. Dan. Een Olaf die aan het lezen is. En die zijn allebei met stiften gedaan. Nog een Olaf. Ja, die Olaf is heel makkelijk in te kleuren. Weer met stiften, ja. Het zwarte voor de stenen, het bruine voor de armpjes, het oranje voor de neus. En dan hoogstens nog de grond. En dit zijn de twee. De rotsbezems van Frozen 2. En Olaf die aan het nadenken is. Ja, dit zijn kleurplaten die je zo hebt ingekleurd. En als laatste kleurplaat eindig ik met Olaf. Nee, ik zeg het is Olaf, maar het is Olaf. Nee, Olaf. Sorry, mijn vader heet Olaf. Dus dan haal ik die naam nog wel eens door elkaar heen. En dat was wat ik de laatste tijd gekleurd heb.